Het buitenlands beleid levert Suriname jaarlijks $35 miljoen op. Dat is 5 maal het bedrag dat is opgenomen op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Samenwerking en International Business. Volgens minister Albert Ramdien van Bibis is dit het teken dat het vertrouwen in Suriname is toegenomen. Op dit moment wel. We hebben 7,5 miljoen per jaar gegeven uit aan ambassades, aan de buitendienst, zo heet het. En we verdienen ongeveer $35 miljoen terug. Dus ik geloof dat dat een vrij duidelijke rekensom is. Dat is inclusief de watersnood, dat is inclusief COVID-steun. Al die samenwerkingsverbanden leveren geld op. En laten we dat niet vergeten. Soms is het in materieel, soms is het in ontwikkelingssamenwerking, dus met bijvoorbeeld 1 miljoen van Marokko om projecten mee te financieren. Soms zijn het beurzen waar we anders geld aan gaan moeten besteden. En als je dat allemaal samen kapitaliseert, dan praat je over dit bedrag. Ik ben overtuigd dat het meer zal worden, omdat we hebben geïnventariseerd waar je geld kan zoeken om je ontwikkeling van je land te stimuleren. Het buitenlands beleid van deze regering is gericht op het verbeteren van het imago van het land. Na evaluatie van het beleid is er een duidelijk traject uitgestippeld. Met het aangaan van nieuwe diplomatieke banden moeten wij nieuwe kansen creëren. Wij zijn helaas geen rijk land en wij gaan ervoor moeten zorgen dat we alle mogelijkheden die we hebben, internationaal, en het hoeft niet altijd te zijn dat je een ambassade hoeft op te zetten. Laat me daar duidelijk ook over zijn. We zitten nauwelijks in 10% van de wereld met een permanente missie. Dus een diplomatieke missie. In nauwelijks 10%. Maar dat betekent niet dat we wel die ambitie moeten hebben om waar we meer uit kunnen halen, om daar wel aan te werken. En dat is precies wat we doen. Het opzetten van een ambassade te Israël was de minister duidelijk. De bewindsman benadrukt dat wij zakelijk moeten omgaan met die kwestie. De president zal omstandig hierover geïnformeerd worden. Met de val van de regering in Israël heeft dit vraagstuk nu geen haast.